Het gaat over de huidige zwembad zoals het nu in Almelo is, voldoet niet meer aan de tijd waarin we leven. En wij hebben al eens jarenlang gezegd van er is gespaard voor een nieuw zwembad, er wordt afgeschreven op een nieuw zwembad en de voorzieningen in Almelo moeten op niveau zijn. Waaronder het zwembad. Op dit moment is het zwembad voldoet niet meer aan de tijd. Het betekent dat je dus mensen naar buiten, naar andere steden gaan zwemmen en niet naar Almelo komen, dus daar loopt het gewoon terug. Wij vinden dat die voorziening gewoon op peil moet. Maar dat neemt niet weg dat het alleen gaat om een zwembad waar je van A naar B kunt zwemmen, maar ook faciliteiten zijn zoals zwembaden, glijplanken, leuke dingen wat mensen trekt. En dat het dus voor de burgers in Almelo een goed zwembad is die voorzien is voor alle kinderen, jong, oud. Dan krijg je natuurlijk de vraag die natuurlijk heel graag wordt gesteld. Hoe gaan we dat betalen en wat gaat het kosten? Nou, die vraag kost heel veel geld. Maar je moet voorstellen, als je een investering doet in het zwembad zoals die er nou is, moet daar weer voor gespaard worden, omdat je afschrijft dat in de komende jaren je voorziening weer op peil kunt brengen. Dat betekent dus dat je daar middelen voor moet hebben. De tijd waarin we nu leven zijn daar weinig middelen voor, dus wij zijn als partij creatief aan het kijken, geachte Almeloers. Vinden jullie een zwembad heel belangrijk? Wat zou je daarvoor uit willen geven? Zijn jullie bereid om eventueel via een crowdfund 10 euro per jaar bij te dragen en daarvoor in de komende jaren dit te realiseren? Dan maak jij natuurlijk de opmerking van 10 euro, maar 70.000 inwoners keer 10 euro geeft een structurele opbrengst per jaar. Elke burger zal zeggen, wat krijg ik daarvoor terug? Dat is één, een goed zwembad. Waarschijnlijk kunnen we dan realiseren dat u een aantal vrijkaarten krijgt om te zwemmen met u en uw gezin. En daarbij realiseer je natuurlijk in Almelo iets wat bij de stad hoort. Dus de voorziening van een zwembad moet in Almelo op peil zijn. Maar dan neemt niet weg dat het alleen over een zwembad gaat. Wij merken dat tegenwoordig ook in Almelo er nog kinderen zijn zonder diploma A of diploma B. Ik vind in een stad met 73.000 inwoners hoort iedereen zijn zwemdiploma te hebben als hij op het basisonderwijs zit. Dus wij eisen er ook aan het college tijdens de perspectiefnota die straks volgt om te investeren in zwemles weer op de basisschool. En daar moeten we geld voor vrijmaken om dat iedereen de ruimte te bieden als kind op het basisonderwijs weer gewoon schoolzwemmen mee te kunnen doen.